shit, ik schrok zo erg. No, pak hem. Holy shit, pak hem. Is hij dood? Nee, hij is... Jongens, welkom. Dus je kent weer een nieuwe Skyrim episode op Volksnel. En jongens, het heeft even geduurd. Ik heb even wat niet geüpload, of een paar dagen niet geüpload, want ik was echt super druk. Ik ben nog steeds super druk met Project Middle-earth, voor de mensen die niet weten wat het is. Ik ben weer bezig met een soort Lord of the Rings server eigenlijk. Ik ben nog niet helemaal klaar. Het komt eraan, jongens, don't worry. En daarom was ik dus ook even een paar dagen afwezig. Maar ik ben er weer en wij kunnen nu in deze episode gaan wij naar Highgrunnoggothgar. Ik weet niet hoe het uit moet spreken. En dan moeten wij deze... ja, trapjes oplopen. Heel ver omhoog is het. En volgens mij komen we straks ook nog een of andere... Hoe heet dat ding ook weer? Hoe heet dat ding ook weer? Je hebt zeg maar Bigfoot en dan heb je ook de Bigfoot in de sneeuw. Is dat een Yeti of zo? Dat heeft toch een naam? Ik weet niet, ik ben het kwijt. Hoe heet dat nou? Ik kan er niet tegen. Nee, ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval, we komen een soort groot ijsbeer sneeuw ding tegen. Of zo. In ieder geval, jongens, welkom bij een nieuwe episode. Druk allemaal even op het blauwe duimpje omhoog. Als je dat dan niet gedaan hebt, dat zal mij heel erg veel helpen. Look at that uitzicht, jongens. Waarom speel ik eigenlijk zo? Wat de hel? Ik speel in third person, dat doe ik nooit. Wie is deze man? Even kijken. Barknar, hallo. Did you hear the graveyard call Dovahkiin? Strange days when the monks will do that. Zullen we hem killen, jongens? Zullen we doen? Zullen we doen? Oké, we kunnen het beter gewoon niet doen. Het is zo verleidelijk om altijd mensen te killen als je ze tegenkomt. Gewoon, weet je... Nou ja, hij heeft niet echt loot bij zich of zo waarvan je denkt van, weet je, dat wil ik hebben. Of armor. Nou, misschien wel. Hij had wel een boog vast, volgens mij. Misschien was het wel een vet goede boog, maar I don't know. Trouwens, sorry dat jullie mijn muis waarschijnlijk weer in beeld zien, maar mijn Skyrim doet raar, zoals jullie al weten. Ik kan het gewoon niet opnemen zonder dat mijn muis in beeld komt. Dat is toch vet raar. Skyrim is echt een bitch om op te nemen. No, get out of here. Spark hem. Get out of here en hit hem. Doei. Oh, you, dude, dat combo, though. Gewoon eerst sparken een beetje, dan één hit en dan is hij dood. Dude, jongens, we hebben de combo. We got them combo boys. En mijn handen zitten meteen weer onder bloed. Wat de hel. Anyway. Oh god. Nu begint het te regenen. Oh yeah. Fine. Dit is heel fijn, jongens. Of te regenen. Wat zeg ik nou weer? Te waaien. En het sneeuwt een beetje. Oh, ik hoor er nog één. Jongens, combo. Jullie kennen de combo. Spark en hit. En hij is dood. Nice. Jongens, dat wordt de combo. Ik hoop dat het straks ook op die beer gaat werken. Hoe heet dat ding nou? Ik kan het niet tegen. Je hebt een Bigfoot, zeg maar. Maar dan heb je ook een ijsversie daarvan of zo. Of een sneeuw. Het heeft een naam. Ik weet alleen niet hoe het heet. Ik ben het serieus vergeten. Katemet, jullie weten het waarschijnlijk wel. Niet dat dat echt bestaat of zo, maar net zoals Bigfoot is dat dan ook zo'n ding in de sneeuw. Ik weet niet hoe het heet. Ik google het wel nadat ik klaar ben met opnemen. Iets van groot beest in sneeuw. Misschien krijgen we het dan wel. Ik heb echt geen idee. Anyway, we zitten best wel hoog al. Holy shit. Moet je kijken, jongens. We zijn best wel hoog. En het is hier echt keihard aan het waaien. Ik weet wel dat het straks echt heel hard gaat waaien. En dan kunnen wij er niet doorheen. Als ik me goed herinner. Alleen, ik weet dan niet meer hoe we dan verder moeten komen. Maar dat zien we dan allemaal wel. Maar jongens, wauw. Look at this view, though. Is dingetje er nog? Het houden die al? Dat loopt altijd. Weet je, jongens. Jullie wilden dat ik Gimli weer terug ging halen, hè? Misschien kunnen we dat toch deze episode doen. Maar ik wil eerst even naar High dinges. En dan daar alles doen. En dan kunnen we wel weer fast travelen naar Whiterun. En dan kunnen we wel weer Gimli ophalen. Want ik ben, weet je, Tauriel loopt altijd zo langzaam en zo. I don't know. Gimli was beter sowieso. Jongens, Gimli was beter. Hoe kon ik Gimli ook gewoon wegdoen? I don't know. Jongens, wauw. Even kijken, even loeren. Jongens, loeren. Hashtag loeren naar dit uitzicht. Oh my god. Oh, nice. Nice. I like it. I like it very much. Ik speel Skyrim trouwens op Ultra Graphics, toch? Volgens mij wel, ja. Op Ultra Graphics. Er zijn ook nog mods dat je het nog beter uit kan laten zien. Alleen dat bugt bij mij altijd heel erg. Ik heb het één keer geprobeerd, maar het werkte niet. Dus dat ga ik ook maar gewoon niet doen. Wie is er dit? Hallo? Wie ben jij? Waarom zit jij hier zo? Carita. Need something. Weet ik niet. Who are you? Ik wil weten wie dit is. Waarom zit je op de grond in de sneeuw? Een pilgrim. Oh, dan gaat ze bitchy doen. Jongens, ze gaat bitchy doen. Je weet wat we met mensen gaan doen, die bitchy gaan doen. Taudiel, you ready? Go! Oh shit, ze is best wel sterk. Oh my god, ze is best wel sterk. Pak haar aan. Pak haar aan. Oh, blok hem, blok hem. There we go. Oh shit, ze blokte mij. Oh, kijk, ze is al dood. Ik krijg ook geen eens bounty of zo erbij. Nou, je bent toch maar een pilgrim of zo. Wat de hel. Alright, noise. Een steel warhex heeft zij. Wat voor wapen heb ik eigenlijk vast? Wacht even, jongens. Even kijken. Items. Weapons. Wat voor wapen heb ik eigenlijk? Imperial swords. Oké, dan ga ik voor die axe. Die ziet er cooler uit. Ze heeft een boek met liedjes erin. Die hoef ik helemaal niet. Ring of Minor Wielding. One-handed attacks. Doe 15% more damage. Nice. Circlet hebben we niet nodig. Skilled armor is light. Oh, dit is light armor. Oh, dude, dat heb ik nodig. Dit is heavy. Time between shouts hebben we nog niet nodig. En light armor heb ik ook niet nodig. Nice, jongens. We hebben wat nieuws. Alright. Ze is ook meteen echt naakt. Oké, ik kijk wel even deze kant op.
Even kijken hoor. Wij hebben dus... even kijken, wat had ik nou? Iets met dit kan ik aandoen. Ik doe onze attacks met one-handed weapons doen meer damage. En wat had ik nou? Height of zo? Nee, wat had ik nou? Huh? Skilled armor, deze. Yes, there we go. Hoe ziet dit eruit? Dit ziet er best wel cool uit volgens mij. Doe eens even weg, kan ik even naar je kijken. There we go. Oké, nu moeten we alleen nog even van dat stomme mutje af. Stomme helmpje. Want die is nog steeds van de Imperials. En ja, dat ziet er niet echt goed uit of zo. Ik kan die circlet opdoen die zij had, maar dat geeft geen armor. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Dus voor nu moeten we maar gewoon nog even doen met dat ding. Maar dat ding gaat straks al een keer weg, weet je. We krijgen vast wel betere armor. Sowieso wel, dat weet ik wel zeker. Anyway, Taudiel. Are you following me? Yes. Jongens, we komen steeds hoger. Oh shit. Volgens mij herken ik dit stukje. Oké, jongens. Volgens mij herken ik dit stukje. Of niet? Ik denk het wel. Ja, ik zie hem al staan. Jongens, zien jullie daar hem ook staan? Ja. Dat is dus die Yeti of zo waar ik het over heb. Daar zo. Oké, we pakken hem. We pakken hem. Go! Was die raak? Vostrol. Zo heet hij. Oké, go. Die was ook raak. Oh, shit. Maar deze dingen zijn echt fucking sterk. Oké, Taudiel, jij pakt hem, hè? Shit, waar ging mijn pijl heen? Hij kom eens naar beneden, man. Huh? Ik kan niet eens schieten. What the fuck? Oh. Ja, go, 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 go. Schiet. Oh, die was raak. Shit, zijn held gaat weer bij of zo. Waar gaat hij heen? What the fuck? Oh, oké, komt hij? Hij komt, jongens, hij komt. Oh my god. Taudiel, pak hem. Taudiel. Oh my god, hij is zo sterk. Hij is zo groot. Pak hem. Go. Spark hem, jongen. Spark hem. Kom bij hem sparken, dan gaat het goed. Oké, pak hem. Hit hem. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed. Oh, hij mag maar niet hitten. Nee, Taudiel is al neer. Taudiel ligt op de grond. What the fuck? Nee. Oh my god, dit is eng, dit is eng, dit is eng, dit is eng, dit is eng. Wacht, wacht, wacht. Oh nee, shit. Ik ga naar mijn opnameprogramma. Wat doe ik? Oh, stop. volgens mij heb ik nog zo'n boekje dat ik zo'n... zo'n spel kan doen of zo, toch? Books. Speltone Sparks. Nee, niet die. Scrolls. Misschien hier. Dread Zombie. Nee, dat ook niet. Shit, shit, shit. Ik heb niks meer. Go! Taudiel, waarom ben je neer? Au! Oh, kijk hoeveel damage hij doet. Ik ben... Oh, hij heeft 1/3 van mijn health. Nog 2 is en ik ben dood, guys. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik kan niet rennen. Fuck. Taudiel, sta op. Sta op! Wat is je probleem? Taudiel, sta op! Sta op, alsjeblieft. Nee! Hij ziet er zo eng uit. Nee, ik wil niet. Nee, ik ga gewoon wegrennen. Fuck Taudiel. Fuck you. Oh, hij zit achter me aan. Waarom slaat hij me niet? Hij kan me makkelijk slaan. Waar moet ik heen? Oh, hierheen. Got it. Ik hoor hem. Ik hoor hem nog steeds, volgens mij. Krijgt hij helft erbij, of niet? Volgens mij wel. Sowieso wel. Ik had hem veel lager. Ik had hem met... Fuck you, dude. Oh, dit gaat niet goed komen. Nee, ik kan het niet doen. Dit wordt hem niet. Hij haalt me niet eens in als ik loop. Oké, dat is goed. Maar alsnog, hij zit nog steeds achter me aan. Get the fuck out of here, bro. Taudiel, kom terug. Nee. Oh, volgens mij wou hij me slaan. Volgens mij wou hij me slaan. Ik hoor hem. Ik hoor zijn voetstapjes gewoon. Waarom slaat hij me niet? Volgens mij kan hij me makkelijk slaan. Hij krijgt ook gewoon al zijn levens weer terug, hè? Langzaam. Kijk dat. What the fuck? Nee, niet je levens terugkrijgen, bitch. Kom hier. Spark hem. Spark hem, boys. En wegrennen. Oh my god, waar moet ik heen? Ik heb niet gekeken. Ik heb niet opgelet. Volgens mij deze kant op. Oké, go. Volgens mij zijn we bijna bij high dinges, jongens. Oh my god. Nee. Kut. Ga weg. Sorry, niet erop, man. Wat is je probleem? Oh my god. Oh. Hij sloeg, ik hoorde hem slaan. Ik hoorde hem uithalen. Oké, get out of here. Sorry, niet erop. Pak hem, jongens. Oh, die sparkt echt geen damage. Die sparkt het geen damage, jongens. Oh, ik wist dat ik hier niet klaar voor was, man. Oké, ik pak mijn boog. We pakken onze boog. Oké, ik moet op hem schieten eigenlijk. Maar dat gaat niet, want hij heeft al zijn levens weer bijna terug. Oké, go. Schiet hem in zijn kop. Oké, dat deed helemaal niks. Nope, dat werkt niet. Oh, hij haalt weer uit. Ik hoorde hem slaan. Get out of here, bro. Spark hem. Destruction increased. Your magic is low. Fuck you, I know. Oh jongens, we zijn level up, of niet? Volgens mij kunnen we level up. Oké, maar dat is nu niet nodig. Goddammit. ben ik er al bijna? Dan kunnen die dudes mij helpen. Want what the fuck? Sorry, meet er nou eens op, man. Wat is je probleem? Oh, hij sloeg weer. Pak hem. Oh, maar die spark is echt useless, man, op dit soort dingen. Fucking frost troll. What the fuck? Nee, sorry, meet erop. Ik heb hier geen zin in. Ik kan je niet aan, oké? Okay? En je krijgt me niet te pakken. Dus ga maar gewoon terug naar je hol of zo. Waar je vandaan komt. Ja, we zijn er. Oh, jongens, high rotcar hier zo. Oké, nice. Zit hij nog eens achter me aan? Yep. Soda meter up. Je zou eigenlijk denken dat fire meer damage op hem zou doen. Die fire spel. Maar dat is ook niet zo. Nee, dat is niet zo. Zou je denken omdat hij een frostroll is. Maar dat doet volgens mij gewoon evenveel damage. Oké, jongens, we gaan naar binnen sprinten. Daar is de deur en daar. Ik pak de rechterdeur. En dan gaan we gewoon meteen op E drukken dat ik naar binnen kan. Ik hoop dat het kan. Want als hij mij die trap opvolgt en ik kan niet naar binnen. Dan heb ik een probleem, want dan zit ik opgesloten. Dus go. Go! Oké, beter kan ik naar binnen. Hij gaat... snel, kan het? Please! Yes! Oh. Tenminste, ik hoop dat hij niet door deze deur heen kan. Maar anders hebben we ook nog al die andere... high rotcar mensen die... Oh, die shit, ik schrok zo erg! Oh, die shit, ik schrok zo erg! No, pak hem!
Oh, de shit. Pak hem. Is hij dood? Nee, hij is... Dude, deze mensen pakken hem hard aan, hoor. Ja, pak hem, gek. Maak hem af. Hier, breek hem. Breek hem, gek. Oh, shit. Dude, ik sta... Oh, shit. Ik sta ervoor. Pak hem. Pak hem. Hij is dood. Oh, get... Oh, sorry, Tauriel. Ze leeft nog. Oh, nee. Wat doe je? Tauriel, wat doe je? Wat? Hou op met elkaar slaan! Wat gebeurt hier? Tauriel en hun hebben een beetje ruzie. What the fuck? Oké, anyway. Wat zegt hij? Ik weet niet wat hij zei. I'm answering your summons. Oké, ja. Show us Dragonborn, let us taste of your voice. Ik heb geen voice. Oh, ik moet zeker mijn shout doen of zo. Demonstrate your armor length in force shout. Oké, Tauriel. Hou op, ja? Blijf daar liggen, niks doen. Strike us with the power of your voice. Mag dat? Go! Speak to Arngeir. Dat ben jij, hè? Oké. Welcome to High Hildgar. Dankjewel, man. I speak for the Greybeards. Why have you come here? I want to find out... Yeah, I'm answering your summons gewoon again. Oké. Oké. What is my destiny? What is my destiny? What is my lot? We can show you the way, but not your destination. I'm ready to... Nee! Dat andere wou ik. Ik ben niet de enige Dragonborn, I know. Er zijn nog meer Dragonborns in heel Skyrim, zeg maar, de wereld. Oh nee, Tauriel, ik hoor haar weer vechten gewoon. Oké. Wat zegt hij? Ik zit niet op te letten. Wat nu? Tauriel, stop! Kijk naar wat hij doet! Wat gebeurt hier? Tauriel, please, stop. Stop. Weet je, Tauriel? Ik kan eerst met haar praten nu. I'm sorry, Tauriel. Sorry, wat zei hij? Ik weet niet wat hij zei. Wat moest ik doen? Moest ik hierheen lopen of zo? Wat moet ik doen? Hallo, moet ik weer dit doen? Niet boos worden, please. Wat moest ik doen? Ik snap het niet. Moest ik nog een beetje praten? Your training proceeds well. Wat moet ik doen dan? Ik weet niet eens wat ik moet doen. Oké. Wacht. Het staat vast wel bij mijn quest. Wacht even. Nee, die moet ik hebben. Quests. Shit, ik kan er niet op klikken. There we go. Speak to Arngeir. Heb ik toch net gedaan? Ik weet niet meer wat hij zei. Ik zat niet op te letten. Oh, oké. Oh, nu gaat hij me leren. Oké. Ik ben helemaal in de war door die fucking Tauriel en die troll. Die kwam gewoon... Die troll kwam gewoon naar binnen. Jesus Christ. Oké. Oh, prachtig. Opletten, jongens. Even serieus, even opletten nu. Woe. Oké, let's go. Words of power. Ja. Shouts zijn drie woorden. En als je alle drie de woorden hebt, dan is je shouts op zijn sterkst. Ik heb nu alleen maar foes. En je moet ook nog ro en da hebben. Voor die ene shout dan. Ro. Oké, ik krijg nu de tweede woord te leren. Wie? Van wie leer ik dat? Oh, van jou. Wat doe je? Hij kijkt eng, jongens. Foes en ro. En er moet ook nog da. Volgens mij kunnen we da niet van hun leren. Oh. Oh, thanks. Heb ik het nu? Wat? Oh! Oké. En wat is dit? Moet ik hier op gaan staan of zo? Hallo? There we go. Is dit goed? Oh, there we go. Word of power learned balance unrelenting force. Nice. You truly have the gift. I know. Ik ben de Dragonborn, man. Wat is je probleem? You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Helemaal niet. Ik weet hoe dit werkt, joh. Dan zal ik het nog een keer doen. Oh, waarom hoor ik mezelf niet schreeuwen? Dat is echt lelijk, man. Ik denk dat dat komt omdat ik een hobbit ben. En die heeft geen stem of zo. Dat heeft hij niet bijgeprogrammeerd of zo, die modmaker. Dat is wel kut, want anders hoor je jezelf echt foes roda zeggen. Maar nu hoor je gewoon niks. Oh, wat gebeurt er? Hallo? Oké, wat gebeurt er? Oh, het gaat recht door me heen. Wat heb ik nou geleerd? Oh, nu heb ik dat rode er ook bij gekregen. Oké, nice. Let's go. Waarom moet ik dat doen? Demonstrate your unrelenting force shout. Oh, strike the targets as they appear. Oké, kom maar op. Tauriel, niks doen, hè. Stop. Oké, kom maar op met je targets. Oh, pak hem. Pak hem, pak hem. There we go. Sorry, Tauriel. Je moet er niet in de weg gaan staan, man. Dat is je probleem. Oh, deze shout moet echt heel lang reloaden. Dat zie je bovenin dat ding. Gaan die twee balken gaan naar links en rechts. Duurt even. Moet ik er nog twee hitten? Again. Oké, kom maar op. Kom maar op. Wie? Oh, jij gaat het doen. Oké. Alright. Go! Bam. Zo jammer dat je die stem niet hoort, want het is echt vet. Ik denk dat ik dan toch even iets moet doen.
Ja, I don't know. Ik wil wel graag een hobbit zijn, maar als hij geen stem heeft, dan is het echt lelijk, man. Dus misschien moet ik toch even wat anders doen. Je kan wel cheaten. Dus een code gebruiken dat je een andere race wordt. Dus dat je, weet ik veel, human of een ork of zo kan worden. Dus misschien ga ik dat door, jongens. I don't know. Maar ik weet het echt niet. Oké, go. Bam. Here we go. Dat is zo jammer, want nu is het gewoon heel droog. Zo, boom. Maar anders hoorde je echt gewoon... Fusero. Ik weet niet of ik Fusero da zeg nu. Of volgens mij zeg ik alleen Fusero. Want ik heb da. Dat woordje heb ik nog niet geleerd. Dus ja. Your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Wie is Bori? Bori? Ben jij Bori? Bori. Oké, let's go. Bori. Lead us to the courtyard. Oh, dat is gewoon hier achter deze deuren waarschijnlijk. Goddammit, loop eens door, man. Verveel me nu al. Ik ga wel hier gewoon opstaan. Wat is dit überhaupt? Lekker vuurtje hier trouwens. Zou het hier warm zijn? I don't know. Het ziet er allemaal steen en koud uit, maar misschien is het hier wel heel lekker warm. Nou, moet ook wel, want het is op een hele hoge berg. Daar denk ik dan weer aan, hè. I don't know, guys. Ik heb geen idee. Wauw, dit ziet er wel cool uit. This looks pretty cool. Nice. Oh ja, trouwens, dat is waar ik het net over had. Daar is de wind te hard en daar kan ik niet doorheen lopen. Dus dat moet ik op de een of andere manier wegkrijgen. Ik weet alleen niet precies meer hoe ik dat ook weer moest doen. Maar dat gaan we nu denk ik leren. En dan kunnen we daar verder naar boven lopen. En dan moeten we helemaal daarheen, volgens mij. I don't know. Denk ik. Zoiets. Gok ik. Dus. Een completely new shout. Ik krijg nu al meteen een hele nieuwe shout. Wold. Oké, gimme. Gimme Wold. Whirlwind. Volgens mij is Whirlwind dat je vet snel kan lopen. Of dat je sprint voor een stukje. Denk ik. Oké, gimme. Gimme. Ik loop eroverheen. Geef. Go. Gimme. Ik sta erop. Yeah, there we go. Whirlwind sprint. Ja, dat is het. Whirlwind sprint. Dus dan kan je heel ver sprinten in één stukje vooruit sprinten. Oh, there we go. Nice. Thank you, brah. Dit ziet er wel cool uit, jongens. Skyrim is sowieso fucking awesome. Demonstrate your whirlwind sprint shout. Oké, dan moet ik hem even dus... wacht even hoor. Magic. En dan shout. Moet ik hem even bij favorite zetten. Zo, F, Q. En dan moeten we deze aanvinken. There we go. Whirlwind sprint. Oké, wat moet ik doen? Ik moet hier gaan staan. Oh, hij gaat het eerst doen. Wie is Wolfgar? Oh, jij. Het zijn al oude mannetjes dit, maar ze kunnen wel wat hoor. Lekker oude ninjas eigenlijk. Bex, wat? Oh, de poort gaat open. Oh, dude. Wow, hij staat helemaal daar ook. Oké, jongens, we gaan het ook doen. Waar mogen we er ook doorheen? To pass through before it closes. Taudiel staat vreselijk in de weg. Ga alsjeblieft even... Wacht, we gaan even een omwegje nemen, zodat Taudiel er niet voor staat. Jongens, we moeten echt Gim niet terughalen. Oké, there we go. Taudiel is weg. Toch? Niet. Ga achter me staan. Niet. Oké, whatever. Oh, shit. Go. Was het goed? Oh, was het goed? Jij ging veel... Die dude ging veel verder. Nou ja, ik vond hem wel goed genoeg. Ik leer het snel, dankjewel bro. Thank you, what's next? My last trial. Retrieve the horn of Jurgen Windcaller. What? Oké, the way of the voice. Wat moet ik doen? Sky above, voice within. The horn of Jurgen Windcaller. Wat is mijn objective? Retrieve the horn. Ja, waar moet ik heen dan? Of moet ik weer naar binnen? Oh, ik moet weer naar binnen. Nou jongens, we hebben dus weer een quest gekregen. We moeten de hoorn... en moet ik even denken waar we die ook weer precies vandaan moeten halen. De hoorn. De hoorn of nog wat Windcaller. Jurgen Windcaller. Waar moet je die ook weer vandaan halen, joh? Ik ben het alweer vergeten. Maar dat stukje dat we dus zeg maar daar omhoog moesten met die wind... dat kunnen wij dus blijkbaar nog niet. Maar dat is het voor later. Ik zal nog even snel kijken waar wij die quest kunnen gaan doen. Even kijken, dat staat nu wel op mijn map. Moet ik even M. There we go. Even kijken, waar moet ik heen? Oh, daar moeten we heen. We moeten naar Oostengraf. Oh, wauw, dat... Kijk hoe ver dat is. Waar ben ik? Ik ben nu hier, bovenop de berg. En ik moet daarheen. Jesus Christ, die zijn we nog niet eens geweest, joh. Huh? Oh, Dol Guldur is hier. Oh, lol, jongens, Dol Guldur is er ook al. Oh, lol, hij zit dus hier. Ik zat hier te kijken. Nou, dan kunnen we in de volgende episode, als wij hierheen lopen, kunnen wij ook wel langs Dol Guldur gaan, jongens. Dus dat wordt vet cool. Dus jongens, in ieder geval, bedankt voor het kijken van deze episode. Als je het leuk vindt, druk sowieso op dat blauwe duimpje omhoog. Al jullie likes en zo helpen mij heel erg. En jullie supporten mij er heel erg mee. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik kan zeggen is, jongens, later.